Wat Gucci mensen? Ja! Wie heb je hier voor een gloednieuwe video? Nou, de titel kan je lezen, het is een Man Edition. Ik heb de comments gelezen, ik heb gezien dat jullie echt houden van de Man Edition. Dus alsjeblieft, het enige wat je moet doen is abonneren. Ik vraag niet veel, het kost 0,00000 cent! Ik wil niet te veel praten mensen, ik heb dames ready, ik heb boys ready. We gaan het gezellig maken, vergeet me niet te volgen op elke social media platform. En eigenlijk wil ik niet te veel praten man, we gaan direct erop in. Zo? Oké, nou, mijn favoriete zin, die boys mogen komen. Komen jullie hier staan? Maar hier staan, sluit je aan. Bam. Bam, 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 bam. Kiaten. Zegt hij, bam toch? Oké, mensen, jullie zien het. Ik heb die boys allemaal in een lijntje gezet. Gaan ze allemaal vragen hoe ze heten. Wat ze allemaal doen in het dagelijks leven. Let's go. Zo vertel, wat is je naam? Wat doe je in het dagelijks leven? En wat zoek je of verwacht je van een vrouw? Wel, in mijn dagelijks leven ben ik eigenlijk mijn naam eerst, Neko Drijvers. Ik ben 25 jaar oud. Meestal werk ik op kantoor. Momenteel ben ik gewoon even tussen banen, een goede plek aan het vinden. En ook een mooie dame die daarbij ook past. Dus ja, ik ben hier gekomen voor dat. En mijn passie zijn gewoon een beetje voetbal spelen, gym en, you know, feesten. Ja. Oké. Simpel. Vertel. Ja man, mijn naam is Maxime. Ik ben 18 jaar oud. Ik speel basketbal, gymmen en ja man, dat is het een beetje. Wat verwacht je van een dame? Loyaliteit, dat ze kan koken sowieso, geen hoofdpijn, dat is het man. Geen gezeik, hè? Nee, maar geen gezeik. Duidelijk, vertel. Mijn naam is Daniel Kalkman, mijn artiestennaam is Repco D. En ik maak heel veel muziek en ik doe comedy en ik doe poëzie en ik vermaak de mensen en ik leef daarvan. Het is mijn baan. Wat verwacht je of zoek je in een dame? Wat ik zoek in een dame is inderdaad ook geen hoofdpijn. Dat is echt wel prioriteit 1. Ik hoef geen high-class dame. En voor de rest gewoon gezelligheid. Ja, toch dat? Good vibes. Ja, good vibes is zo belangrijk. Duidelijk, vertel. Jamie, ik ben 19 jaar. Dagelijks doe ik acteren. Ik maak muziek, drink lean. Ik rook af en toe mijn jointje. Ja, toch? En dat gewoon, man. En wat ik verwacht van de dames, moet sowieso loyaal zijn. En je weet sowieso mijn eten koken. Dat man. Ben je zenuwachtig? Ik ben niet zenuwachtig, maar ik ben gewoon stoot. Oké. Ja man, ik zeg je eerlijk. Vertel. Alex, mijn naam is Alex. Ik ben 24 jaar oud. En dagelijks leven, ik doe gewoon school en gym. Dat is het. Wat zoek je of verwacht je van een vrouw? Dat ze geduld hebben. Mm-hmm. En dat ze kunnen ook luisteren. Dat... Ook geen gezeik? Ja, geen gezeik. Vertel. Mijn naam is Janairo. Ik ben 21. Wat doe ik? Ik ben net begonnen met muziek maken. Daarnaast met een dame. Sowieso geen surfer chickies. Ik hou van mandig praten. Je mag schelden, dit, dat. Je gaat het terugkrijgen. Maar ik loef het. Praten, weet je toch? En voor de rest sowieso energiek, lachen, weet je toch? Die dingen moet ik hebben, ja. Nee, duidelijk. Ik mag wel zeggen, die boys weten precies wat ze willen en wat niet. Nee, ik hoop dat het spannend wordt, want ik heb een paar dames geregeld voor jullie. Hopelijk vind ik... Kijk, mijn doel voor vandaag is sowieso een match. Ik ga tenminste voor 2, maar we zullen het zien. Nou! De eerste dame mag komen. Hi. Hallo. Vertel, wat is je naam, wat doe je in het dagelijks leven en wat zoek je of verwacht je van een man? Ik ben Tiffany, ik ben 18 jaar en ik kom uit Zaandam. En wat ik zoek in een man, ja, ik ben echt zenuwachtig hoor. Ja, nee, ja. Adem uit, niet meteen. Ja, nou, wat ik zoek in een man is iemand die gewoon loyaal is, waar je gewoon mee kan lachen. En gewoon iemand die zichzelf is. Dus ja, gewoon als je een klik hebt met iemand, dan is het gewoon goed. Oké, heb je een voorkeur qua... Uiterlijk? Nou, niet per se. Nee. Oké. Nou, boys. Het is simpel. In principe heeft niemand gepopt. Dat is een good sign. Ja. We gaan wel kijken waar ze in hebben. Oké. Ik heb te vroeg gesproken. Ja.
Geen probleem, we gaan eerst kijken aan ze hebben gepopt. Loop even met me mee. Nou, vertel, wat is je naam en waarom heb je gepopt? Mijn naam is Jamie en ik volg gewoon niet op blanke meiden. Witte. Witte meiden. Oké. Okay. Nee, schuif. Jij? Zij woont te ver van mij, dat is eerst. En ik weet niet. Zij is niet te aantrekkelijk voor mij. Wat maakt haar niet aantrekkelijk? Ik weet niet. Gewoon is niet aantrekkelijk. Maar hoe moet de kijker weten wat je aantrekkelijk vindt? Wat vind je aantrekkelijk? Iets kleiner. Dus van hoogte. Mm-hmm. Okay. Moet ik langer zijn? Nee, je bent te hoog. Ben ik te groot? Ja. Mm. Dat is de enige? Ja, enige. Oké, okay, laten we even doorschuiven. Waarom ben je gepop? Ik loop snowbunnies op een mol. Maar ik weet niet. Is niet per se iets mis met jou of zo, maar ik hou van. Ik weet niet, man, het werkt niet. Jullie weten wel veel niet, man. Kijk, weet je wat het is? Ik weet het, maar ik weet niet. Kijk, het werkt niet of zo. Ik weet niet, man. Je bent niet verkeerd of zo, maar je bent verkeerd voor mij. Oké, nou, jij bent ook verkeerd voor mij. Ja, toch, dankjewel. Ja. Wat maakt haar verkeerd? Ik weet niet, man. Die energy straalt ook wat anders uit of zo. Ik loef het niet of zo, man. Maar met respect, weet je wel. Ja, vind je het duidelijk waarom hij heeft gepopt? Ik denk dat hij wat anders is, maar dat hij het niet wil zeggen. Denk ik. Is dat waar? Nee, daar heb ik altijd gewoon respect voor. Ik ben niet. Iedereen is mooi op zijn eigen manier, laat me het zo gooien, weet je toch? Maar je vindt haar niet aantrekkelijk? Ja, dat gewoon. Ik en wat maakt haar niet aantrekkelijk? Voor waar zou in de stad lopen of zo met niggas? Ik zou niet anders. Oké, geen. Dat woord heb ik liever niet. Ja, excuses. Mm. Maar met mijn broeders. Ik zou niet omdraaien of zo, weet je toch? Oké. Okay. Nou, ik zou niet omdraaien voor jou. Ja. Fijne dag, liefst. Ja. Dankjewel. Zie je, broeders is veel beter dan. Snap je? Oké, nee, kom maar naar hier. Vertel, waarom heb jij gepopt? Ik gepopt. Zeg je eerlijk, je bent niet echt mijn type. En ja, in het verleden heb ik wel wat hogere niveaus gehad. Dus ik denk dat ik wel. Je bent wel mooi of zo. Dus, en je leeftijd is nog steeds een beetje te jong voor mij. Wat bedoel je, hogere niveaus gehad? Ja, ik weet niet qua. Uiterlijk, ja, is fucked up, maar ja, is gewoon qua uiterlijk eigenlijk, ja. Dus je hebt hogere niveaus gehad qua uiterlijk? Ja, dat dan. Ja. Nou, oké. Okay. Ja? Als jij dat vindt? Volgende keer misschien. Ik weet niet. Dat andere tijd. Nee, dat denk ik niet. Nee. Duidelijk voor jou? Ja. Ja. Je hebt wel mooie ogen, dus okay, dat wel, en mooie tanden, dus. Dank je wel. Maar dat is niet genoeg voor jou? Ja, niet genoeg voor mij, nee. Ik voel die klik niet. Ja. Oké. Okay. Voel je klik? Nee. Duidelijk niet. Ik ben waarom ik vraag. Vertel, waarom heb jij gepopt? Oh, ik ga eerlijk met je zijn, je bent gewoon geen mooie dame. Nee, jij bent ook zou je niet. Ik zou je niet aanspreken op straat. En ja, man. Ja, man. Oké. Dat is het een beetje, eigenlijk. Oké. Okay. Kort, ja, kort en krachtig. Dankjewel. Nou, ik zie iets roods on the corner of my eye daar. Dus we gaan meteen daarop invallen. Misschien valt er een bingo in. Even met me mee. Vertel. Wat is jouw naam? Waarom heb jij niet gepopt? Mijn naam is Danu. En mijn artiestennaam is Repco D. Maar ik heb niet... De reden waarom ik niet heb gepopt is... Want ja, ik vind je gewoon mooi. En ik zou wel omkijken. En ja. Je bent ook precies in mijn straatje. Wat ik heb gehad. En ja. Dat... Nog meer? Nee, je ziet het gewoon zitten. Ja, ik vind het prachtig. Dankjewel. Zie jij het zitten? Is het jouw type? Nee. Oh, shit, man. Ja. Dus jij is zo'n wilpop, zeg maar? Ja. Oh. Waarom? Ja, ik vind hem niet knap. Wat maakt hem niet knap? Ik vind je wel heel lief, hoor. Maar ik vind je niet knap. Ja, dat mag. Ja. Maar... Hoe beschrijf je een knappe guy? Zodat de kijkers weten. Wat maakt hem niet knap voor jou? Wat hij aan heeft. Is toch leuk? Schoon een vestje. Sorry. Ja, je kunt uitlachen, maar ik maak mijn eigen design. Toch? Ja, ik doe mijn ding gewoon. Toch? Dus ja, ik ben overklaar. Ja. Ik zeg toch, ja. Ik vind je niet knap. Ik zeg ja, dat mag. Ja. Je hoort ook wat ik zeg, toch? Ja. Oké. Okay. Ja. Ik zeg gewoon wat ik vind. Ja, dat mag. Ik zeg ja. Ja, dat best wel duidelijk is. Loop maar naar achter. Nou, vertel. Ik heb 6 jongens hier staan.
Wie is daar wel je type? Kan je me aanwijzen? Hij. Wie? Ik vind het wel jammer dat hij heeft gevolgd. Ja. Wat bedoel je? Zie je het echt niet zitten? Wat? Want kijk, je haalde natuurlijk aan dat ze te ver is, maar als je... Dat is al geaangedien. Ik ben 24. Dat kan niet. Voor jou ben ik 20. Nee, dat kan niet. Ja, hier is gevaarlijk. Je hebt gelijk. Schud mijn hand. Je hebt gelijk. We gaan dit niet doen. Kom maar naar achter. Nou, het is wel jammer dat je match voor je hebt gevonden. Wat vind je ervan? Ja, teleurstellend. Maar je zag het echt zitten met hem, hè? Ik vind hem wel knap, ja. Ja. Je hoort zelfs rood daarvan. Ja. Nee, maar misschien de volgende keer. Ja, misschien wel. Is goed. Dankjewel. Ja, is goed. Doei. Doei. Oké, dat was dat. Oké. Nou, de volgende dame mag komen. Ja, vertel. Wat is je naam, wat doe je in het dagelijks leven en wat verwacht je of zoek je in een man? Ik ben Lisa. Ik ga bij de naam Lisa La Lisa. In het dagelijks leven probeer ik nu gewoon alles op orde te krijgen. En ja, en ik kom uit Haarlem. Oké, wat zoek je of verwacht je van een man? Wat verwacht ik of wat zoek ik van een man? Ik verwacht een goede kledingstijl. Wat ik zoek is gewoon loyaliteit, een baby daddy misschien, maar ja. Ja. Wat is mis daarmee? Hoe komen we zo erop? Is dat het? Dat was het. Blijkbaar houden mannen niet ervan wanneer je een baby daddy zoekt. Maar dat is toch hoe het is, je moet zoeken naar een... Anyway, wat gaan vragen? Kom, loop maar mee. Waarom heb je gepopt? Ik hoorde baby daddy, oh, daar ging het voor mij aan mis. Waarom? Ik ben 21. Ik zoek niet naar kinderen maken of iets. Nog. En het moet nog komen sowieso als je die dame bent voor trouwen, whatever. Of voor kinderen, nog niet man. Ik ben niet voor dat man. Sorry. Misschien, oh, laat maar eer toch. Ik had het over de toekomst. Ik ben zelf 18. Maar wat ik nu gewoon wil, is gewoon degene met wie ik nu ben. Wil ik gewoon dat mijn laatste is, op die manier. Ik hoor je op dat. Ik hoor je zeker op dat. Mm-hmm. Ben ik op dat eigenlijk, maar dat zien we dan wel, je weet toch. Dan kunnen we praten over chinks en dit, dat. Maar niet... Het is moeilijk, je weet toch. Maar ze gaf niet aan dat het nu moet. Dus je hebt gepopt op basis van wat je dacht dat het nu moet. Daar heb je gelijk in. Dus ik heb waarschijnlijk verkeerd begrepen. Ja, wil je ballon terug? Ja. Geef me eentje. Maar ik heb ballon van de man. Je moet uitluisteren. Ja, nee, mijn fout. Ja, was je Haarlem, toch? Haarlem. Hey, oké, home, ja. Ik had dat niet moeten zeggen, denk ik. Nee. Geen probleem. We home daar even, ik kom dan zo. Dus denk goed na. Vertel, waarom ben je gepopt? Ja, baby daddy. Maar ik ben niet de man voor dat nu. Ik zoek gewoon een dame waar ik gewoon gezelligheid kan hebben. Uit kan gaan, feesten of vakanties gaan. Mijn baby zegt gewoon tegen mij... Je blijft vast voor een paar jaar, toch? Dus is het niet erg, maar voor nu, hoe ik ben, ik wil meer gewoon vrijheid hebben in mijn leven. Dus dat is de reden. Maar ik denk dat jullie het verkeerd begrepen. Ja, ik kon het gewoon niet terugspoelen. Moet ik gewoon opnieuw beginnen, gewoon met mijn intro. Dus wat is eigenlijk de reden dat je een baby daddy zoekt? Ja, die zoekt. Ja. Het vloept er gewoon uit. Spoel terug. Dit is niet die video, het is nog steeds in het echt. Daar is het die. Anyway. Ja, je zei dat je wou dat die iemand voor je blijft voor een lange tijd. Zeg maar, degene die ik nu heb, is gewoon, wil ik gewoon dat mijn laatste is. Ja, ja. Ja, maar voor mij, ik zoek niet iets zo long term nu. Dus gewoon eventjes vakantie te gaan, you know, zo'n ding. Ik ben ook niet op die dingen gewoon voor eventjes. Ik ben niet voor eventjes. Ja, dus dat wordt hem. Misschien is het goed dan. Ja. Dus jij popt hem alleen omdat ze niet voor eventjes is? Ja, precies dat. Ja, dat is de enige reden. Ja, soms, ik heb wel relaties gehad in mijn leven. 4 jaar, 3 jaar lang. Dus ik weet hoe het is. Dus ik denk dat, ja, voor mijn leeftijd moet ik gewoon eventjes rondspelen. Dus, met mij valt niet te spelen, dat zag ik alvast. Volgende. Het lijkt er wel op, maar... Oké, even spitsen dan. Vertel, waarom ben jij gepopt? Gewoon om snel te zijn. Ik zoek geen serieuze relatie nu. Dus geen serieuze relatie nog voor mij. Niks vast nog. Ik vind het wel gek dat jullie pop alleen omdat zij naar
Ik zei het maar. Ik dacht, ik zeg het gewoon. Ik kreeg laatst een baby op mijn For You page. Ik dacht, is wel schattig. Snap je? Ik zeg niet nu. Nog serieus voor mij nog niet. Oké, we gaan niet serieus. Kijk, ik zoek een match. We gaan niet serieus even eruit gooien. Doen jullie alsof jullie het niet hebben gehoord. Ja, spoel het terug. Kan wel. We kunnen die ballon wel teruggeven. Jullie, joh, Mike, ballon. Ik heb het echt verpest voor mezelf. Ja. Jij bent gewoon de man die er echt voorbij komt, eigenlijk. Ik kom zo wel bij, hè. Fucked up. We gaan hem een ballon geven. Trust issues. Oké, dan hou hem daar even aan. Ik kom dan even lopen. We gaan doorlopen. Wat gebeurt hier? Vertel, waarom heb jij gepopt? Ja, ook dezelfde reden als die. Oké. Okay. Wacht. Hebben jullie ook dezelfde reden? Dat jullie hebben gepopt alleen omdat ze baby's wilden? Ongeveer. Ja? Zeg ik zal wel. Oké, wil je een ballon eruit? Dan ga ik het meteen. Nee, ik wil geen ballon terug. Oké, wel een ballon? Nee. Oké. Okay. Waarom heb je daar nog meer gepopt? Ja, ten eerste ja, ik val ook niet echt op getint. Oké. Okay. Waar val je dan? Wit. Of heel. Nee, wit. Heel licht tinten, maar wit. Echt wit. Ja. Is dat de enige reden? Ja. Oké, duidelijk. Zeg maar. Ik word geen vader, man. Ik zeg je eerlijk. Je wil geen kind? Nee. Kindjes? Nee, ja, misschien. Echt als ik heel oud ben. Maar nu gewoon, puur omdat je dat zei, al nu op deze leeftijd. Nee. Ik ga gelijk naar Marbi vliegen, Lusu. Ik zeg gewoon eerlijk, sorry. Goed. Wat vind je daarvan? Ja. Maakt me niet echt uit. Duidelijk. Hoe oud ben je? 18. Ik zei je toch? Te jong dus. Duidelijk. Oké, we gaan even naar deze gast. Je hebt ook gepopt. Waarom heb je gepopt? Deze ben ik verbaasd. Kijk, ik ga niet voor je liegen. Ik hou van vlees. Vlees? Jij houdt van vlees. En ik heb geen vlees. Relax, ik hou van mannig. Je weet toch? Ik hou van Biggie Skin. Zo noemen wij dat. Jij bent slank, is niet verkeerd. Je bent ook niet lelijk of zo. Ik hou gewoon van vlees. Daarnaast, die schoenen. Kieden het eventjes voor me. En gewoon la. Dat hoort. Zo. Nee, die zijkant en zo. Ja, dat hoort. Oh, het, voor zo mij koop je ze. Mijn fout, ik heb geen verstand van deze patta. Deze patta koop je met crème, zijkant. Maar, ik kan nog steeds gewoon mijn vlees. Ja. En mijn Asians, Latina's. Wat is je afkomst? Half Nederlands, kwart Liberiaans, kwart Nigeriaans. Mooie afkomst. Alleen niet wat ik zoek. Latina's, Asians nog steeds. Ik was snappen. Ja. Is dat de enige reden? Ja, kijk, als we sowieso kijken naar lange termijn, want je praat over baby's, dit, dat. Dan moet het wel wat ik wil hebben. Weet toch? Dan moet het mijn chubby meid zijn. Asian Latina. En ja, dat. Oké, okay, maar die schoen is ook gewoon een pluspunt. Nu dat ze zeggen dat het zo hoort, ja, dan kan je daar niet meer naar kijken, weet toch, maar, ja. Duidelijk, kom. Nou, waarom zou je hem dan nu niet meer poppen? Van waar kom je ook weer? Haarlem. Dat is een beetje ver. Maar als je iemand leuk vindt of als je iemand ziet zitten, zou je toch gewoon ver reizen? Ik zei het toch, ik zoek niks serieus. Als ik iets serieus zoek, dan zou ik diegene ook leuk vinden. Maar nee man, Haarlem is te ver. Vrouw, hé, toch? Ja man. Maar als ze... Teleurgesteld, hè? Wat zeg je? Je bent teleurgesteld. Sowieso, maar ja, het is werk deel van mijn vak. Maar stel je voor zo om de hoek? Dan kan het nog eens om de hoek. Maar het is Haarlem, ik woon in Amsterdam, wat verder. Dus ja man. Gaat niet lukken. Smart. Amsterdam Haarlem is 30 minuten. Voor mij is het ver. Toch maar, ja man, dat is wat ik te zeggen heb. Oké, okay, loop maar naar hier. Vertel me Lisa, wie van deze boys in de line-up is eigenlijk wel jouw type? Je mag aanwijzen. Hij is de enige die jouw type is. Misschien... De meest, het meest. Het meest? Ja. Yo. Maar ja. Geen van deze boys is ready om vader te worden. Maar het hoeft ook niet.
ik vind mijn vader al. Misschien heb ik mijn baby daddy al. Waar dan? Ik vind mijn vader al. Wat zei je? Je zei, ik vind mijn vader al. De vader. Nee, je zei, ik vind mijn vader wel. Mijn vader is al gevonden, oké? Alleen omdat ik blak heb, betekent dat ik niet dat ik geen vader heb, hè? Nee, dat heeft hij ook niet gezegd, maar oké. Nee, ja, dus in principe heb ik geen match voor je kunnen vinden. Nee. En wat vind je er zelf van? Wat ik er zelf van vind? Ja, ik vind het niet zo erg. Dus je vond het gewoon goed gaan? Ja. Oké. Ja, dan misschien de volgende keer kan ik een match voor je zoeken, maar vandaag... Vandaag niet. Dat is goed. Nee, dankjewel. Ik hoor te ver. Schoen. Ik wil hier niks serieus. Wat is dit? Is dit een rode straat of zo? Die pad hebben we teruggepakt toch? Het ging om andere vlakken. Nee, man. Bij mij is het echt gewoon ook niet mijn type. Ja, dat begreep ik. Nee, geen probleem. De volgende dame mag komen. Okay. Nou, de volgende dame mag komen. Kom maar hier staan. Ja. Oké. Duidelijk. Nee, vertel. Wat is je naam? Wat doe je in het dagelijks leven? En wat verwacht je of zoek je in een man? Ik ben Fee. Ik ben 19 jaar. Ik ben allround beauty stylista. En ik verwacht eigenlijk niks. Want ik denk dat als je ergens naar op zoek gaat, dat je het sowieso niet gaat vinden. Hoor ik voor het eerst. Oh shit, nieuw spelling. Oké. Nee, in principe hebben we nog ballonnen over. Ik voelde gewoon die wind hier komen. Oké, je hebt nog die ballonnen over. We gaan kijken waarom ze hebben gepopt. Loop even met me mee. Waarom heb je gepopt? Ze is wel mooi. Ik hou van die tatoeages, maar 19. Ja. Hoe oud ben je als ik vraag mag? 24. Ja toch, understandable. Hoe te oud voor jou? Niet per se, maar ik kan begrijpen. Oké, derde. Laten we even doorgaan, kom doe maar door. Waarom heb jij gepopt? Kijk, je bent wel knap, maar het is meer gewoon die piercings. Ja toch, dat is het. Too much? Ja. Ja toch. Dat man. Derde. Maar even door. Waarom heb jij gepopt? Ja, ik val op witte dames en ik vind je echt alles behalve wat ik zoek. Ver. Ja, als je er niet op valt, val je er niet op. Ja, ik vind too much. Ik vind tattoos niet mooi. Ja, ik hou gewoon niet van. Ik stop ook. Ja. Nee, duidelijk. Oké, we hebben nog 3 ballonnen over. Laten we even kijken waarom ze niet hebben gepopt. Waarom heb jij niet gepopt? Ja man, ik vind het goed wat ik zie. We kunnen het gewoon nog een kans geven. We kunnen gewoon kijken als ik nog wat verder hoor. Zometeen. Dan gaan we het zien. Ja. Goed. Waarom heb jij niet gepopt? Dus ik zei net, ik hou van vlees, maar dit is anders, maar ik weet niet, ik loef die energy of zo, die piercing, ik hou van anders. Dat spreekt aan, je weet toch? Je weet toch? Kom maar door. Waarom heb jij niet gepopt? Ja, ik zag ze aankomen en dan dacht ik van shit, ze kan wel iets doen met mij als ik thuis ben, 's avonds in de nacht, dus... Hey, yo! Rook een sigaret. Gewoon aan. Ja. Simpel, maar ik hou niet van mensen die sigaretten roken. Vooral dames en ons was er. Oh, terug? Ja, vertel maar door. Je haalde dingen aan zoals thuis, in bed en al. Oké. Misschien is dat voor een later moment, maar... Wat doe jij in het dagelijks leven? Wat is jouw hobby's? Wat niet. Ik doe heel veel creatieve dingen. Ik teken, ik schilder, ik ben bezig met tatoeëren. Mm-hmm. Naast dat doe ik make-up, nagels, gewoon heel veel in de beauty, zeg maar. Oké, mooi, mooi, mooi. Hou je van uitgaan, wat feesten, drankjes doen? Mij vind je bijna ieder weekend in de Nauwa of in de Maasilo. Technofeestjes. Ja, oké. Raves, dat een beetje. Ja, oké. Ja, ik moet je wel poppen voor dat. Ja. Je bent wel een vibe, maar ja, ik ben niet echt van de techno. Ja, misschien een housefeestje kunnen we samen pakken, maar... Ja, misschien op een ander momentje kunnen we iets meer toch. Zien. Ja. Maar voor nu niet. Voor nu niet, nee. Het is niet meer veel van over, hè? Ja, het bedoel ik. Ik doe mijn best, maar ja. Waarom heb je nu gepopt? Ja man, techno en al die concerten, al die dingen. Ik hou er niet van als mijn meisje gewoon uitgaat en zo. Ze andere jongens. Dus die van jou moet gewoon 24/7 binnen blijven zitten. Je zegt dat zelf eigenlijk. Pas gewoon dan. Wat zei je? Nee, niks. Oké. Ja, maar gewoon dat niet per se thuis blijven, maar gewoon niet buiten gaan waar je...
jezelf dus kan je geven aan andere jongens. Je hebt geen vertrouwen in je meisje. Ook ja, eigenlijk. Ja man, dat eigenlijk. Sowieso, als je trust issues hebt, moet je eigenlijk niet in de relatie stappen. Zoals ik net zei, ik zoek niks serieus. Maar dat uitgaan en zo, ik hou er gewoon niet van. Dat is gewoon mijn mening, weet je. Deze is best wel snel gegaan. Wat vind je er zelf van? Hoe vond je het zelf gaan? Ik vond het prima gaan, maar ik zit toch niemand tussen zitten. Dus. Oh, dus niemand hier is je type? Nee, man. Niemand? Nee, man. Niet eens een bit? Nee, man. Oké. Dus ik heb een niet zo goede line-up voor jou opgesteld. Voor mij niet, nee. Wat is dan je type eigenlijk, qua uiterlijk? Wat is mijn type? Ik vind streetwear belangrijk. Ik vind veel tatoeages mooi. Voor de rest, ik weet niet. Ik moet gewoon iemands uitstraling zien. En dat heb je hier niet gehad? Nee. Ja, jammer. Is goed. Nee, geen probleem. Dank je nog. Misschien de volgende keer. Komt goed. Dank je wel. Nou, dat was dat. Oké, nou mensen. Zoals jullie zien, er zijn twee guys bijgekomen. Dat wil zeggen, die andere twee zijn uitgevallen door omstandigheden. We gaan niet te veel erop in, we gaan het leuk maken. Laten we even deze guys introduceren. Vertel, wat is je naam, wat doe je in het dagelijks leven en wat verwacht je of zoek jij een vrouw? Ik ben Ridwan van RTP BV. Wat is dat? Gewoon mijn eigen bedrijf. Gewoon. Oh, oké. Mm-hmm. Gewoon van, ik vind een vrouw gewoon eentje die serieus is, gewoon. Die met mij is, gewoon dingen doet, gewoon. Zoals het hoort, gewoon. Duidelijk. Vertel. Ik ben Emilio, kunnen kennen van TikTok, ben 22 jaar, kom uit Den Haag, dagelijks leven, werk in de JD, ben bokser. Wat ik verwacht van een vrouw, wat ik zoek in een vrouw, is loyaliteit, spontane dame waar ik mee kan lachen, dat eigenlijk een beetje. Jullie hebben het gehoord, gaan we ook niet daarop te veel hangen. Gewoon naar de volgende dame. De volgende dame mag komen. Kom maar hier staan. Oh, je microfoon wat open. Ja, ik kan wat open draaien natuurlijk. Dat laat die mensen moeten je zien. Ja, nou, vertel. Wat is je naam, wat doe je dagelijks leven? Wat verwacht je of zoek je in een man? Mijn naam is Céline, ik kom uit Antwerpen, ik ben 20 jaar en ik werk gewoon kinderdagverblijf. Ja? Ja. Oké, nou, in de vorige pop-doen had je helaas je match niet kunnen vinden. Ja, klopt. Had je wel gekriebeld, hè? Nee, maar vandaag gaan we wat zoeken. Zoals je ziet, die guys hebben niet gepopt. Dus er is... Hey! Ja, is komisch. Zeker. Oké. Laten we kijken waarom ze hebben gepopt. Even mee. Hoor je ballon even aan. Waarom heb je gepopt? Ja, Céline weet waarom ik er heb gepopt. Kijk, ik heb haar in een andere video gezien. Ze is een leuke dame, ziet er leuk uit, maar het is gewoon niet mijn type. Respectfully. Waarom is ze niet je type? Wat maakt haar niet jouw type? Ik val op light skins en ja, zij is dat niet. Ze is gewoon niet mijn type. Gewoon respectfully. Is hij het type? Ja. Maar is te klein. Maar dat is langer, maar dat is langer. We houden hem daar. Volgende. Waarom heb jij gepopt? Voor mij is het echt accent, sorry. Gewoon dat, waar kom je als ik vraag nog? Antwerpen, ja. Nee, dat gaat niet samen met een Amsterdammer, sorry. Dat is de reden waarom ik heb gepopt, man. Die ski mask, ik wil het even met je erover hebben. Vertel, wat? Kijk, laat ik het zo zeggen. Mijn andere muts, die is even weg. En mijn haar is nog een beetje vroes, zeg maar, omdat mijn kapper op vakantie is naar Dubai. Dus die komt binnenkort terug en dan kom ik zonder ski mask. Maar je hebt al een muts op. Ja, maar alsnog. Alsnog vind ik het een beetje hier gewoon. Ik wil gewoon zo, vind ik gewoon, je weet het. Oké. Het is wel zo, kijk, mensen moeten natuurlijk zien wie je bent. Als je hem gewoon even onder je kaak zou kunnen. Ja! Ik ben wel sick, hè? Ja, dat bedoel ik. Vergeet, hè? Ja, dankjewel. Kom maar door. Vertel, waarom heb jij gepopt dan? Ja, toch. Ik val op blonde dames. Mm-hmm. En die accent, de Belgische, ja, is niet mijn ding. Verder rest, lijkt me wel aardig op zich. Dat alweer wel. Is hij het type? Nee. Hoor, je mist wel chocolate, wat doe je nu? Wat? Nee, maak niet uit. Je mag je mening hebben, toch? Wat? Nee, je mag je mening hebben. Mag ik eens zeggen wat je hebt gezegd? Je mag zeggen, maar tuurlijk, jij mag losgaan. Ga maar los.
Je mist chocolate. Je mist hot chocolate, de hot chocolate, snap je? Maar is niet erg. Nee, ik heb er genoeg. Maar wat maakt hem met je type dan? Belgisch humor. Oh. Zijn kledingstijl. Oh, de... Lengte. Uiterlijk. Oh, de... Eigenlijk is bijna alles. Oké, okay. Maar hij is wel langer dan je natuurlijk. En je houdt van getinten. Guys? Nee. Oké. Okay. Nee, hij is niet met. Oké. Okay. Is hij wel je type? Nee. Duidelijk? Kom, loop maar. Oké, okay, nou, we hebben nog 10 ballonnen over. Ja. Zullen we gaan kijken wat daar te zoeken is? Oké. Okay. Ja. Wat is je enige? Wat ben je zo... Wat moet ik doen? Ja, gelijk. Nee. Ik stoor. De vorige keer heb ik drama gezeten, was het ook niet goed. Nee. Ik vond je gewoon lastig. Vertel, waarom heb jij niet gepopt? Wat ik op Lightskins vol, gewoon. Maar ik ben geen Lightskins. Volgens mij ben ik witter dan een lightskin. Ja, maar ik denk, ik bedoel dat je wel lichtgetint bent. Lichtgetint, toch? Ja, dat is. Okay. En daarop val je. Ja, dat is. Oké, gaan we even verder. Waarom heb jij niet gepopt? Ik zeg je eerlijk, ik wil gewoon meer weten over haar. Je bent van Antwerpen, zei je toch? Klopt. Ja. En je had, wat doe je in je leven? Wat heb je in je leven? Ik werk gewoon. Uh-huh. In een kinderdagverblijf. Uh-huh, okay. Is jou van kinderen dan? Ja. In de toekomst wil je dat ook? Of, Ja. Denk ik. Ik weet niet. Ik zie genoeg kinderen elke dag, dus ik hoef niet per se kinderen laten. Kan je goed dansen? Of ben je meer op de chille kant in de club? Ik ga niet uit. Ik ga niet uit? Nee. Ja. Oh. Poppen voor dat, man. Waarom? Ik ga wel vaak uit. Ik hou van die feest pakken met een vriendin of een dame, checkie voor de night. Maar ik denk wel dat als je je guy leuk vindt, dat je wel de uitzondering gaat maken om uit te gaan met hem, toch? Kan wel, maar ik ga zelf niet veel uit. Oh, gewoon op jezelf? Mm. Maar je zou uit kunnen gaan als je partner, ja. Dat... Ja, rustig aan, jullie zijn zo geil, ze. Ja, gelijk. Oké, hou hem even aan. Doe even terug. Nou, vertel Celine. Oké, natuurlijk. Kunnen jullie mij zien? Ja, oké. Okay. Vertel. Zijn deze guys je type? Welke? Die guys die nog geen ballon over hebben. Hij zou mijn type kunnen zijn, maar hij is te klein. Ja, fuck it. Maar ja. Hij is langer dan. Langer dan ik. Dan jou, wat fuck is dat, man? Ja, maar kijk, zijn lengte is gewoon, zijn uiterlijk is gewoon. Dus ik moet deze mans lengte hebben. Ja. Maar ik kijk over je hoofd. Kijk maar, yo. Ja, maar ik ben niet zo heel lang zo, dus over mijn hoofd heen kijken is niet zo moeilijk. Maar ja, ga je wel poppen dan? Ja, pop maar. Ja. Sorry. Go and shot. Is hij het type? Nee. Waarom niet? Ik weet niet. Ik voel die vibe niet. Wat bedoel je met vibe? Beschrijf. Als ik met iemand praat of gewoon eerste gesprek, gewoon jullie hebben nog niet eens gesproken. Nee, maar gewoon als ik tegen iemand hallo zeg of dat hij tegen mij hallo zegt, ik moet gewoon voelen dat dat goed zou gaan. Bij wie voelde je het wel? Niemand. Lieg. Wat zeg je? Ik zei je lieg. Waarom zo? Zo? Zag je gewoon, je had zeker bij hem eentje een beetje gevoelens en zeker bij mij. Zag gevoelens? Ja. Of ik aantrekking zou ik zeggen dan. Ja. Als jij dat zegt. Nee, weet ik het. Jij wordt een beetje rond. Als jij dat zegt, zal het wel waar zijn. Als jij het zegt, zal het wel waar zijn. Hè? Ja, zeker zal het wel waar zijn van mij. Ja, zeker. Oké, okay, nee, goed. Maar wat maakt hem niet je type eigenlijk? Want je hoort van getinten, jongens. De lengte is goed. Wat is er dan af voor jou? Gewoon zijn uiterlijk. Fris en bloed. Makastijlen. Ik ben Alfred. Makastijlen toch? Die Alfred is nog stijl. Hij heeft het voor jou omgekeerd gedaan. Oké, dus je wil hem bij hem poppen? Ja. Je mag hem poppen. Dankjewel. Nee. Ik heb daar helaas geen match voor jou kunnen vinden, eigenlijk. Ja. Ik heb wel het gevoel gehad alsof je niet eens een kijkje hebt genomen om te kijken wat die guys innerlijk te bieden hebben. Je hebt het meteen afgekeurd vanwege uiterlijk. Hij is niet mijn type. Hij ook niet. Hij is wel mijn type, maar ik weet waarom dat hij heeft gepopt. Waarom? Door een andere video, ja.
Maar dat is een andere video. Ja, maar, ja daarom kapot, dat moet ik zeggen, ja. Maar de mensen weten niet wat er is gebeurd, dus ik zou wel een duidelijke reden willen hebben. Zou jij het willen misschien willen verklappen? Zeg maar, best met z'n pers. Toen was ze er ook, toen zag ze er gewoon leuk uit. Maar ik heb haar toen ook al uitgelegd dat ze gewoon niet mijn type was. En dat accent kwam er bovenop. No hard feelings heb ik haar toen ook uitgelegd. Toen heb ik haar gewoon respectfully gepest. Dus dat was het gewoon. Dat was het? Ja. Zo, maar nu interessant. Ik dacht, het is een big deal. Nee, maar... Dit is de manier hoe je het zei natuurlijk. Oh, andere video. Ja, ik ben niet zijn type, ja. Klaar. Hij is wel mijn type, maar hij weet dat ook. Maar hij is toch wel... Oké. Nee, goed. Jammer. Ja. Jammer zou ik nu niet echt zeggen, maar... Waarom is het geen jammer? Gewoon. Ik hoef ze niet per se in mijn leven te hebben. Ik ben niet op zoek naar een man. No. Wat doe je hier? Wat doe jij hier? Jij wilt mij zeggen dat jij met iemand hier gaat eindigen. Stel, je hebt een match. Let op. You never know. Let op. Volgens mij ga jij met iemand eindigen. Is goed, gaan we zien. Gaan we zien, let op. Op mijn woorden. Bij deze heb ik een match vandaag, let op. Okay. Geloof mij, jij gaat met niemand weer, ik wil je zo meteen weer horen. Jij gaat met niemand. Ik wil je zo meteen weer horen. Ja, niemand gaat met jou mollig. Oké, okay, we houden hem sowieso. Nee, we houden hem. Ik denk dat we het gewoon hebben. Ik denk dat we hem daar houden. Wacht! Hold up! Nee, we houden hem hier. Wat zeg je? Kom. We houden hem hier. We houden hem hier. Wat zeg je? Ik denk dat we hem hier houden. Ik denk dat we hem hier houden. Hij is hier, is daar. Kom even. Nee, kom. Loop even mee. Het is niet nodig. Kijk, het is niet nodig. Hij is niet je match. Je bent niet zijn match. Heeft geen zin. Dankjewel, Celine. Ja, mag je weggaan? Ja. Dankjewel. Kleinkind. Volgende. Oké, nou. De volgende dame mag komen. Kom hier, kom eens. Wat is je naam, wat doe je in het dagelijks leven en wat verwacht je of zoek je in een man? Ik ben Dionne, ik heb mijn school, ik heb mijn stage en mijn werk. En wat zoek ik in een man? Humor, respect en een doel hebben in het leven. Ja, dat eigenlijk. Wat vind je ervan dat twee mannen hebben gepakt? Maakt me niet zo uit, ik zit niet met die bus, dus... Oké, maar is er nog dibbelen over? Maar we gaan even kijken waarom hun hebben gepakt. Ja, geen probleem. Oké. Nou, vertel haar waarom je wel hebt gepakt. Ja, de reden waarom is, ik val op blonde dames die in de buurt komen van Anne Fleur. En dat ben is ik niet. Nee, dus dan houdt het eigenlijk wel op. En yes. Voor de rest, man, ik vind je krullen wel sick. Dat dan weer wel. Dank maar wel. Dat is het. En ik vind je voor mij ben ik gewoon super aardig, super chill. Yes. Ja, toch? Daarom. Oké. Duidelijk? Ja. Oké, jij? Kijk, ik weet niet, wat het is. Jij komt gewoon binnen en ik dacht gewoon van nee, het is hem niet gewoon. Respectvol, je weet toch? Maar gewoon, dat is het eigenlijk. Dat is mijn mening. Maar er is altijd iets wat... Ja, het is... Kijk, ik ben dun. Jij bent een beetje respectvol, een beetje flink, snap je? Ja, klopt, zeker. Dus dat is het gewoon eigenlijk ook een beetje. Oké, duidelijk. Nee, geen probleem. We hebben natuurlijk nog 3 ballen over. Laten we kijken waarom ze niet hebben gepopt. Waarom heb je niet gepopt? Ze heeft een leuke fit. Ja. Ze heeft mooie krullen. Gewoon, ze ziet er leuk uit. Mag ik vragen hoe oud je bent? Ik ben 18. Ja, dat gaat er niet worden. Dat gaat er niet worden. Nee. Sorry. Ik ben zelf 22 en ik hou van wat oudere dames. Dus je ziet er leuk uit. Lijkt me een leuke meid, maar je bent een beetje jong. Respectfully. Geen probleem. Begrijpelijk. Oké, volgende. Waarom heb jij niet gepopt? Omdat ze er leuk uitziet. Ziet er leuk uit. Leuke stijl. Leuk haar. Maar ik ben wat jong. Dus ik pop ook. Het leek wel zo. Liefde, hè? Ja, dat. Ja, ook hetzelfde bij jou, eigenlijk. Ja. Je bent wel mooi, zeg je eerlijk. Ik hoorde dat je meteen hier ging stoppen. En meteen weglopen, nee. Maar ja, ik denk dat je leeftijd is echt iets voor mij. Goed gelijk. Ja, ik ben heel mooi. Dus, dankjewel. Oké. Ja. Ik heb nog steeds geen match, man. Niet zo goed je werk gedaan. Nee. Oké, nee. Helaas is er geen match. Misschien de volgende keer kunnen we weer proberen. Maakt niet uit, geen probleem. Ja. Trouwens, vraag je. Zijn een van deze guys wel je type? De laatste en de eerste wel. Deze guy en met wit? Ja.
Ja. Volgens mij... Hm? Wat zeg je? Is er een race hier, man, met de dames met me, ik en hem. Dus, ja. Oké, jullie willen nog niks proberen? Nee. Gewoon wat ik al zei, wat ik heb gezegd, het ziet er leuk uit. Ik zie dat je ook als stijlen zo, je hebt je best gedaan. Dus, ja, toch? Dankjewel. Dat is goed, maar ja, dat eigenlijk. Oké, nee. Dankjewel. Ja, bedankt. Nou, de volgende dame mag komen. Kom maar hier staan. Hi. Hi. Vertel, wat is je naam, wat doe je in het dagelijks leven en wat verwacht je of zoek je in een man? Mijn naam is Shona en wacht, mag ik nog één keer? Sorry, okay. Sorry, mag ik nog één keer, 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 sorry. Nog één keer, nog één keer, nog één keer, wacht, laat me nadenken. Nee, kan ik echt niet, wacht. Laat me nadenken, hoe ga ik dit zeggen? Nee, je moet weer gaan, dit kan niet. Oh nee. Vertel, wat is je naam, wat doe je in het dagelijks leven? Wat zoek je of verwacht je van een man? Mijn naam is Shanna, ik werk en studeer. En ik verwacht van een man spontaniteit en ja, gewoon leuke dingen samen doen. Dat eigenlijk. Oké. Nee, goed. Het is goed nieuws. Je hebt nog 4 ballonnen over. Kijk wat dichterbij staan. Ja. Gaan we meteen vragen waarom hij gepopt heeft? Ja, is goed. Oké. Laten we gewoon vragen waarom hij gepopt heeft. Loop even mee. Vertel, waarom heb je gepopt? Ja, ik val op Leidskins. En ja, dat kan. Je bent geen Leidskin. Je bent wel leuke fit. Okay, maar je bent helaas niet mijn type. Respectfully. Oké. Nou, dat is het enige. Iedereen heeft wel wat mooie boys gefixt. Ben benieuwd. Ja, weet je? Ja. Waarom, ik ben benieuwd. Waarom voel ik of ruik ik sarcasme? Nee, helemaal niet. Oké. Helemaal niet. Nee, laten we gewoon vragen waarom ze niet hebben gepopt. Ja. Waarom heb je niet gepopt? Ja, ik heb één vraag ervoor. Je bent sowieso mooi, dat is de reden, zeg maar. Okay. En ja, je haar heb ik nog wel een vraag over. Zeg maar. Mijn haren? Ja. Waarom? Ja, ik zie een soort van 2 kleuren, denk ik. Dat zijn dat noem je highlights. Hoor dit? Dat had ik al moeten weten. Ja, eigenlijk ja, wel. Bij vrouwelijke kapper heb je balayage, heb je highlights, alles. Oké. Vandaar. Ja, dus, en het is blond? Of, ja. Ja, toch? Ja, donkerblond met lichte blonde puntjes. Oké. Ja, wat ik net allemaal zei. Ja, wit en blond. Oké. Top. Oké. Waarom heb je niet gepopt? Omdat je gewoon een leuke body hebt. Schattig uit. Dank je. Je bent precies mijn lengte gewoon. Jouw lengte? Waarom vind ik val eigenlijk gewoon. Oké. Leuk om te weten. Waarom heb je niet gepopt? Ja, we kennen elkaar al. Van een tijdje terug. Jullie hadden iets? We hadden iets, ja. Oké. Ja man, ik ben... Waarom daten? Ik ben vreemd op mijn ex gegaan. Waarom daten? Je bent vreemd op je ex gegaan met haar? Ja, man. Daar kom ik dus achter. Maar het is nog erger. Want toen wij waren aan het daten waren, heb ik hem meegenomen naar huis met mijn vriendinnen. Toen is mijn vriendin na een avondje lenen, is met mijn vriendin weggegaan. Je bent wel een gevaarlijke jongen. Toen is met mijn vriendin weggegaan en blijkbaar heeft hij ook nog daarna een andere vriendin van me gehad. Best erg. Ja, excuses. Maar kijk, ik weet dat jongens wel moeten spelen altijd nog even en zo. Oké, dat is waar. Maar, ja. Maar zie je het wel zitten om het weer te proberen? Want kijk, hoe lang... Ik vind het nog steeds een leuke jongen. We waren aan het date, het was echt een beetje talking stage. En ik vond het nog steeds wel een leuke jongen. Mm-hmm. Dus ik zou het wel, ik ben vrijdenkend, verdenken. Dus hoe lang terug was het gebeurd? Hoe lang geleden? Ja. Dit is echt allemaal binnen een maand of zo gebeurd. En het is denk ik 5 maanden. Ja man, 5 maanden zo. Wat heb je te zeggen hierop? Ja, leuk dat ze er is. Je weet, ik vind je er goed uitzien sowieso. Toevallig. Dus, had je van school dingen aangeboren of vond je dat niet nodig? Nee, dat heb ik net ook al gedaan en laatst ook wel. Ja, voor ons wel, ja. Dus, we hebben geblokkeerd op alles en zo. Okay, want ik was er echt klaar mee. Nee, goed. We houden hem even hier. Ik voel het. Ik voel het. Chemistry is daar. Ja, het is er. Wacht. Ja. Loop even mee. Het is er. Ik wil achter ook, dus. Oh, yes. Waarom heb je niet gepopt?
Ze is wel mooi, zeg je eerlijk. Als ik hem was, zou ik echt niet op haar vreemd gaan, maar ja. Misschien is dit mijn kans op vreemd. Ik ben niet op haar vreemd gegaan, ik ben vreemd gegaan op mijn ex met haar. Ja. Maar toen ben je ook vreemd gegaan. Mm. Ja, okay. Met mijn twee vriendinnen die in één avond hebben gewiept. Excuses voor dat. Ja, in één avond hebben gewiept. Wat crazy. Dat is wel crazy. Best crazy is dat. Ja. Maar je ziet, ik ben een nette jongen. Ik hou van mooie dames. Mag ik nog wat terugvragen? Ja. Tuurlijk. Ja. Mag ik je handen zien? Je nagels? En zo? Oh, dat ziet er wel net uit. Ik vind het heel belangrijk, hè? Ik vind het wel belangrijk. Dat is wel iets wat meteen... Je hebt ook mooie nagels. Dank je. Ja. Moet ik kijken of iemand gewoon clean is. Clean persoon of zo, snap je? Daar hou ik van. Ja, ik ook. Je hebt wel mooie tattoos. Hoeveel tattoos heb je? Ik heb er 11, denk ik, of zo. 11 of 10 of zo. Hier op mijn been, op mijn arm, hier op mijn arm. Mm-hmm. Mijn nek hier. Dat eigenlijk. Ja, leuk, hoor. Ja, ik weet niet. Deze man zei... Ja. Want hey, misschien hebben jullie wel een fout gemaakt. Ja, dat vond ik dus ook. Dus misschien moeten wij wel op een date gaan. Oké. Nee, de vraag is dan nu. Je hebt 4 ballonnen over. De keus geef ik nu aan jou. Bij wie zou je hem wel poppen? Met wie zou je wel een gesprekje willen voeren? Oké. Moet je me ook een reden geven? Mag ik het anders over? Mag ik prikken? Ja. Of nog niet prikken? Mag ik je... Mag ik hem prikken? Mag je prikken? Moet je me ook zeggen waar? Oké. Eén ga ik sowieso prikken. Dat is gewoon deze. Want dat komt denk ik door... Ik vind het heel leuk je stijl, wat je aan netjes, hou ik van. Ziet er slim uit, netjes. Alleen ik vind dat... Noem het niet een colbertje, hoe is het ook weer? Chile. Ja, die vind ik niet, is niet helemaal mijn stijl. Niet helemaal mooi. Dat is het gewoon. Okay. Waardoor ik niet zou denken van dat onze minds op dezelfde level zitten. Of dezelfde mindset. Dus, mindset? Wat denk je wat mijn mindset is dan? Gewoon, ik denk dat jij gewoon... Ja, ik ben ook heel lief en schattig en zo. Maar ik denk dat jij ook heel rustig bent. Denk ik. Een rustig persoon. Okay. En ik ben heel erg van spontaan dingen doen. Mm-hmm. Gekke dingen ook. Zoals? Ja, gekke dingen. Gewoon avond stappen en gewoon helemaal losgaan. Jij denkt dat ik niet stap en niet losgaan met allemaal bitches in de club zit en bounce en gek doen en zo. Oh, oké. Dat denk jij. Ik denk dat ik die nette guy ben. Maar dat mag. Nee, maar dat mag. Ik pak alles saus. Als ik het zie in de stad, ik ben aan soort uiten. Ik pak alles. Oké, maar dat vind ik goed. Dat je dan zeg maar zo netjes eruit ziet. Dat je dat verborgen kan houden, die kant. Ja, maar dat komt omdat dit is mijn ding als ik gewoon ergens ben, toch? En ik moet gewoon netjes zijn, interview dus of andere dingen, toch? Dus gewoon netjes uitzien, ja, snap je? Ja, maar ik vind het leuk dat je denkt dat ik heel netjes ben. Hou zo, vertel tegen me maar, oké? Ja, toch? Ja. Dat is belangrijk. Maar nu dat je weet dat hij wel iemand is die van een stapje zou doen, wil je die ballon dan terug? Dan kunnen we zeker een keertje uitgaan. Amersfoort? Amersfoort wel, Amersfoort. Ik ga altijd uit Amsterdam of... Amersfoort is niet leuk? Weet ik nog. Amersfoort is echt de lijpste plek ever. Ik ga het ooit laten zien. Maar wacht, sowieso ga ik laten zien. Zal ik hem een ballon teruggeven? Nee. Ja, hoorde? Nee, sorry. Te enthousiast. Nee, sorry, iets te enthousiast nu, hè? Ja, je gaat hem hoop. Ja, je gaat me zomaar hoop. Ja. Maar als je die wil, dan niet daar, kijk, met jou zou ik het eerst bijvoorbeeld gewoon ergens wat eten of zo. Echt leren kennen wat voor persoon je bent. Want qua uiterlijk is het niet helemaal mijn type. Maar ik wil hem echt leren kennen qua persoon en zo. Oké, dat is goed. Zou ooit kunnen. Wie weet, maar van deze nu nog niet. Oké. Ja, die ga ik ook poppen. Voor mij is Jerim ondersteboven, maar dat is niet erg. Maar dat zijn wel dingen waar ik op let, zeg maar. Van die hele kleine dingetjes. Mijn stijl is een maag, dus ik ben heel gedetailleerd. Dus ik hou ervan, dat let ik gewoon op en zo. Ja. Maar je ziet er wel heel lief uit. Dank je wel. Je hebt blues benen. Wat lief. Je ziet er wel echt heel lief uit, ja. En, ja. Ja, oké. Deze pop ik niet. Ja, vraag me iets, zeker. Wat doe je in het dagelijks leven? Wat studeer je of werk je? Ik werk in de bouw. Ik heb mijn eigen bedrijf ook. Leuk, heel leuk. Ik werk met interieurbouwers. Interieurbouwers, oké. Okay. En voor de rest, wat doe je als je met de boys gaat chillen? Wat doe je in je vrije tijd? Ah, shit, ja. Naar de gym gaan, een beetje zuipen, drinken. Ja, gym, een beetje zuipen. Op vakantie gaan.
die soort dingen in mijn vrije tijd. Leuk, ja. Leuk. Ja, een beetje ook jou kunnen uitnemen. Oké, wow. Ik begrijp het. Het is daar. Je wilt het meteen nemen en in je zak zetten. Ja, zo. Maar iemand daar heeft ook iets in zijn zak te zetten. Ik moet wel wachten, zeg ik maar. Ja. Oké, nee. Wat we gaan doen, mag ik jullie twee boys naar voren? Kom maar voor staan. Dat schuif een beetje mee naar hier. Kom. Nee, sta gewoon naast hem, maakt niet uit. Nou, de bedoeling is nu, mag ik even stilte dan? Top. De bedoeling is nu dat jij gesprekken met ze kan voeren, zodat je weet voor wie je uiteindelijk gaat. Je mag losgaan. Kan ook één voor één, kan tegelijk. Oké. Laat ze jouw handen zien. Hoe zien jouw nagels uit, Jamie? Mijn nagels zijn gewoon schoon. Oh ja, wat is je naam eigenlijk? Naam. Oh ja, dat is een goede. Neko. Neko, ben je mijn naam nog onthouden? Wat is jouw naam? Celine, toch? Nee. Sanna. Celine. Shit. Trouwens, Celine. Dat is de verkeerde naam. Maar dat maakt niet uit. Want... Nee, dat is de verkeerde naam. Dat is ook echt een dame die ik ook echt niet mag. Dus, oké. Ja. In ieder geval. Ja, cool, ja. Maar in ieder geval heb ik nog een vraag. Ja. Ik ga van poppen, denk ik. Ja, laat het maar, ja. Mag ik weet je niet... zeker? Je gaat wel een mooie kans... Oké. Ja. Ik wil van beide horen waarom ik die ballon niet voor met jou niet moet poppen. Waarom ik een match moet worden. Ik wil van beide horen... Kijk, laat me gewoon alvast uitleggen. Hoe, je me... Wij kennen ook... jij, hoe jij me weer zal inpalmen en hoe jij me zal inpalmen. Kijk, luister. Sowieso gaan we eerst gaan we gewoon uit eten naar Isakaya. Je weet, in Zuid. Daarna gaan we even, weet ik veel, een leuk dagje gaan we even naar de W Hotel. Heerlijk. De Dam. Naar de spa ook. Naar de spa bijvoorbeeld, of bij Amarat. En dan gaan we later gewoon, als we wat verder zijn met ons, gaan we gewoon naar vakantie. Waar jij heen wilt, gewoon mag je zelf kiezen. Oké. Klinkt goed. Jij? Ja, ik zou wat vakantiedagen intrekken voor mezelf. En dan neem ik jou mee gewoon naar een mooie plek. Misschien Italië, een kleine eilandje met ons twee. Ja. Oké, dat klinkt ook tropisch. Ja. Leuk, hou ik van. Ik ben meer op de chille kant, meer op die vibes dan. Oké, beide interessant. Ik wil wel warm met jullie aan het... Dat mag ook, dat mag zeker ook. Nee, dat wil ik een beetje ver gaan. Okay. Maar misschien off-camera, nee, dat ook niet. Maar... Als jullie vragen hebben, mogen jullie ze ook stellen? Ja, jullie mogen mij ook vragen stellen. Ik ken jou al heel goed. Ja. Wij kennen elkaar al heel goed, dus dat matcht sowieso al. Vraag van afkomst eigenlijk. Ik ben gewoon Nederlands opgevoed door mijn moeder. Lang verhaal met wat met mijn vaders kan, maar dat is niet. En wat doe jij in je dagelijks leven dan? Ik studeer in de zorg, dus ik werk ook in het VUMC, heel leuk. Okay. Heel leuk is dat eigenlijk, maar zo leuk is het dus ook weer niet, want je bent de hele dag met zieke mensen bezig, dus we even wat anders gaan doen. Mm-hmm. En voor de rest van mijn dagelijks leven, tijd spenderen met mijn familie en met mijn vriendinnen vooral. Okay. En waar kan ik jou vinden als ik uit zou gaan? Ik denk Do Not Disturb. Onder W Hotel. Of Escape. W Hotel. Escape vind ik ook wel heel leuk. Ja. Voor de rest, dat. Ik mag wel zeggen, het wordt een moeilijke keuze, want ik voel van beide kanten iets hier. Ja, het wordt een moeilijke keuze, dus ik zit te denken. Als je nog vragen hebt, ga je gang. Gaat ook voor jullie. Zou je helemaal veranderd zijn als ik nu met jou match? Als ik zeg maar nu. Ik zal sowieso. Ik zal weer. Ja, ik ben... zeg. Weet je, Jamie, ik kijk het zo zeg maar gewoon. Ik bekijk het, door de geest. En ik wil het weer proberen. Ja, nee, tuurlijk. Dan kan ik het gewoon bewijzen, toch? Oké. Dus ja, dat is het gewoon. Oké. Mag mijn Insta hebben, Snap hebben, wat je wil. Ze mag de wachtwoord ervan hebben. Ja, tuurlijk. Je mag die wachtwoorden pakken. Oké. Bas ook de wachtwoord van jou? Nee, maar ik neem je wel mee misschien naar Sint Maarten ook waar ik vandaan kom. Dan ga je niet meer vragen of ze je wilt. Oké. Wat is de dame waarmee? Hij heeft het op zijn shirt staan, dat is die dame. Oh, alles klaar. Heeft... maar wacht, haar naam schrijf je met de S en niet met de C. Oké, dat is wel waar, maar daar moet ik daarna denken weer. Toch? Anders had ik hem sowieso niet aangetrokken. Als een man een andere vrouw's naam op zijn shirt heeft, dan weet je al hoe het is. Dus, Nee, maar dit is een merk. Ja. Maar, waar koop jij kleren? Ik? Deze is van Zara. Oh, leuk. Deze is ook van Zara, heel volgens leuke mij. Stijl. Leuke ik hou niet van die merk. Ik ben niet een merkman. Ik hou wel misschien wel wat koopjes zoals...
wat jewelry, wat horloges, die soort dingen. Leuk. Ja, ik zei het al, ik ben gewoon een chill man, chill vibes, you know? Low-key flex. Ja, dit is moeilijk. Maar ik heb gereden, weet je, soms is het echt een moeilijk ding. Ga je terug naar je ex of ga je aan iets nieuws starten? Ja, wat zou je doen? Terug gaan naar mijn ex. Shit, man. Dat is wel crazy. Film haar even in de bek. Film haar even in de bek. Ik zal geen match krijgen. Maar dat is jouw ex. Maakt niet uit. Nee, dat is jouw ex. Telt niet. Oké. Waarom moet ik boos zijn? Moet ik boos zijn omdat ik jou niet heb gekregen? Klein shit. Oké. Nee, mensen. Wacht even. Zij houdt van die toxic shit, man. Wat zeg je? Ja, je houdt van die toxic shit. Dus is oké, je kan daar blijven. Niet per se toxic. Weet je, als dit fout gaat, kan ik weer iets nieuws starten. Dan ben je die tweede kant, zeg maar. Je bent zeg maar die tweede kant. Nee, geen keus. Want eigenlijk was het heel erg in mijn gedachten om gewoon alle twee mee te nemen. Maar toen dacht ik van, weet je, deze jongen vond ik wel leuk. Maar we waren echt aan het daten. Maar allebei nemen is crazy gewoon. Dus dan hebben we twee opties toch. Ik moet toch... Eentje, ik kan niet met twee, dat werkt niet toch? Alles kan. Nee, dat werkt niet, dat werkt niet. Alles kan van haar. Als je het wilt, is haar beurt om te spelen nu toch? Dus, Nee, kijk, het is duidelijk, maar kijk even waar jullie staan. Jullie hebben, ik ben een beetje verhit. Jullie hebben één ding wat ik heel speciaal vind, mij niet laten kunnen doen. Zo gaan het doen. Wat zie ik hier? Een match. Oké, nee. Nee, jullie mogen echt eruit, man. Kom, we gaan weg. We gaan gelijk. We moeten gelijk zitten. Oké. Ja. Boys, sorry, man. Sorry voor jou. Zit, man. Daar ging mijn white chocolate deluxe, ja. Zit. Maar is jouw type alleen blond, dus het blijft echt daar? Of kan het ook een brunet zijn, of een ginger? Ik weet niet, ik heb zeg maar mijn ex-vriendinnen komen uit Laren. Dat is alles wat ik kan zeggen. Dus ik heb liefst kakken vriendinnen eigenlijk. Ja, zoals man. Ja, dat is mijn smaak, man. Sorry. Nou, je hebt de match gevonden, wat vind je ervan? Ja, cool toch? Leuk. We gaan nog wat van maken gewoon. En luister. Ga goed met haar om. Ga niet meer vriend met twee die andere dames van haar vrienden. Nee, ik ga goed met haar om. Hier op camera zeg ik ga goed met haar om. Wacht. Jij ja, toch? Duidelijk. Wat vind je ervan? Je hebt geen match gevonden? Leuk. Maar we moeten gewoon doorzetten gewoon. Ja, doe sowieso. Je hebt gelijk. Wat vind je ervan? Is niet erg, man, bro. Is niet erg. Ik kom hier ook voor de content, voor de ervaring. Dus is niet erg. Ja, helaas voor mij, man. Volgende keer misschien beter. Ja. Ik denk dat die chicks deze tijd houden niet van een man die netjes is. Dus ja. Dat is het ding. Houden van. Waarvan houden ze dan? Op de straat, man. De straatdames. Ja. Oké. Gewoon van man to man, mijn tip. Je moet nooit de andere man blackballen. Dat is het. Hey, je hebt wel gelijk, man. Never. Tiefjes zin. Er zijn meer vrouwen dan mannen op aarde. Ja. Als zij nu wil, het volgende. Ja, toch? En als hij weer frame gaat, ga ik gewoon misschien er tussendoor oppakken. Ja, ik hou niet. Yo, restjes zijn ook goed, man. Eten is eten. Eten is eten. Nou, mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Wat zeg je? Je maakt gewoon 360. Ik pak je match van je af, hè? Nee, sorry. Nee. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet, als je wil meedoen met de volgende Pop de Balloon video of dat soort gelijke video, vergeet je niet aan te melden. Stuur je naam, locatie, leeftijdnummer via mail, Instagram, Snapchat, wherever the fuck jij wilt. Doei!